Het is een onderwerp wat we niet gaan analyseren, maar gaan observeren. Ik wil eerst de bron doen. Ik heb eigenlijk één hele grote, intensieve, belangrijke bron. En dat is, ik heb daar op een gegeven moment in een shiur, ik geloof in Zoom shiur, en ik geloof ook of in een bachelor, tussen mijn gemaakt even een keer uitvoerig over verteld, dat wil ik nou niet doen. Maar de bron is Matan Eliyahu, dat is een werk wat stamt uit de halverwege 19e eeuw. Een heel kabbalistisch werk, een heel werk wat een komt van de grote dynastie van de Chachamim, van de Sassoons, die uit Bagdad, uit Iran en uit Mumbai later ook zijn, als het afkomstig zijn. Gigantische geleerden zijn dat. En een van de Sassoons, rechtstreeks van de Sassoons, ook een enorme Talmid Chacham, die elke dag een berek uit de Zohar leerde, die heeft het op zijn sterfbed, toen ik daar met Ellie ben ik daar geweest in 1983, ik kende hem al van 1976, hij was toen in Londen. Op zijn sterfbed heeft hij mij de Matan Eliyahu gegeven. En heeft hij mij gezegd, er komt een tijd dat je dit gaat leren. En die tijd, dat zou nog lang duren in mijn ogen, want de zes volumes, dikke grote volumes, waren allemaal in een taal geschreven, die ik pas heb naar een ander kunnen laten ontcijferen, als het Farsi. Het Persisch van het geschreven. Nou. En dat beheers ik nog net niet genoeg. Nee. Maar het enige zinnetje wat ik in al die zes volumes gelezen was, een Engels geschreven, heel klein geschreven, copyright, op de titelpagina. Verder kon ik echt helemaal niks. Maar ik heb het altijd gehouden. Het is mee verhuisd met ons, twee keer mee verhuisd, drie keer mee verhuisd. Nee. Totdat ik in 2005 een telefoontje krijg van een kleinzoon van deze Chacham die dat gegeven. Die kleinzoon had via hier de Joodse gemeente mijn telefoonnummer weten te krijgen. En de Joodse gemeente had het vaker gedaan. Keurig netjes had mij eerst gebeld als ze het doorgeven. Maar ik had gezegd, natuurlijk mocht ik het vanzelf spreken. En toen heeft hij me gebeld. En deze persoon, ook een bijzondere persoonlijkheid. Niet alleen een zakenman, maar ook iemand die de hele chas, de hele Talmud uit zijn hoofd kent. Die een enorme geleerde is. Die behalve zaken ook Dafayomi geeft, maar ook net als zijn grootvader Dafa Zohar geeft. Dus elke dag een bladzijde aan een schik niet, aan meer dan 135 mensen. En ik, dat is ongelooflijk, maar heel veel uit de Sefardische richting. En die, hij zegt, ik moet voor zaken naar Europa. Kan ik langskomen, want jullie hebben dat boek. Ik zeg, ja, ik heb er niks aan, ik heb er nooit wat in gezien. Ja, dat heeft mijn grootvader me. Mijn vader heeft dat verteld, uit naam van zijn vader. Maar ik heb de opdracht om dat, als jij mij dat boek wil geven, om dan met jou dit te gaan leren. Ik zeg, nou, niet zo gemakkelijk in Amerika en hier Europa. Nee, ik bel je elke maand op. Geloof me, sinds april 2005 is er geen één maand voorbij gegaan. Geen één maand. Of hij belt op, altijd op een afgesproken tijdstip. En anderhalf uur lang leest hij mij voor. Maar hij leest niet alleen voor, hij legt het ook uit. De Matan Eliyahu. En het is inderdaad, het is een cijfer. Wat wat ik heb nog nooit van mijn leven zo'n bijzonder cijfer heb ik gezien. Echt waar. Dat meen ik. Het is een cijfer wat alleen maar gaat over de innerlijke leven. Over de neshama en alles. Daarvan alles bijhoudt. En een enorm beoogd, een enorm inzicht te geven in alle uitdagingen en problemen waarmee je in het leven te maken krijgt. Ik maak er erg veel gebruik van de mediation. Ik zal er straks ook een paar voorbeelden van noemen. Een uiteraard voorbeelden die al jaren geleden op mijn bordje zijn gekomen en die zich niet afspelen in deze regio. Dus al worden geen enkele verwijzingen gegeven waardoor je erachter zal komen wie en wat. Dus Kreetje is 100% gewaarborgd. Maar ook, ja, deze show zal om te beginnen bestaan uit geen theoretische behandeling over het kwaad. Maar een observatie van een heleboel dingen. En je zal merken, het begrip kwaad wordt pas op het einde duidelijk waar nou eigenlijk het grote kwaad zit. Als het al sowieso, als het al bestaat. Want dat is ook nog een vraag.
Wij kunnen een heleboel dingen kwaad noemen. En we kunnen een heleboel dingen over kwaad denken. Maar we zeggen elke woensdag, vanochtend nog, in de Tehillim, die we voor woensdag zeggen, dat alle gedachten zijn hevel. Alle gedachten die we hebben zijn eigenlijk leeg. Wat zijn onze gedachten? Nou, kwaad is ook een voortbrengsel wat wij kwaad vinden van onze gedachten. En zo. En dat is de bron. Ik hoop dat ook te illustreren in de loop van deze sfeer. Met een waar gebeurde, ook met naam en toename. Dat noem ik wel naam en toename. Want de familie, of de man waar het is overkomen. Ik weet zeker dat het is een vrij bekende familie. En je kan het altijd gaan verifiëren bij de familie. En het is gebeurd vlak een jaar voor corona. Nee, een paar jaar voor corona. En het laatste update was vlak voor corona. Wat ook eigenlijk hier min of meer verbonden is met dit onderwerp. Om te beginnen, we willen toch eerst even nog iets brengen over het begrip kwaad zelf. Het begrip het kwaad. Ieder mens heeft iets waarvan hij zegt, dit is het kwaad. Dat hangt helemaal af van hoe je denkt, wat je ideeën zijn. Wat? We zijn gekwaad. Nou ja, dan heb je het samen misschien. Maar goed. Wat houdt er dan in? Dat begrip kwaad in dit opzicht. Namelijk, kijk, iemand die politiek links denkt, vindt rechts kwaad. Iemand die politiek rechts denkt, vindt links het kwaad. In de Koude Oorlog, in het Westen vond men het communisme het kwaad, in het Oosten vond men het Westen ignorantie kwaad. En iemand die religieus denkt, in het algemeen, of een bepaalde aandacht is van de religieuze ideologie of ideeënwereld, die ziet alles wat daar anti is tegen als het kwaad. Wij Joden zien antisemitisme als het kwaad. En als we dat niet als kwaad zien in het Jodendom zelf, heel veel Joden die zien andere Joden als het kwaad. Wat bedoel ik met het zien als het kwaad? Als je iets als het kwaad ervaart, dan wil je daartegen vechten. Je verzet je daartegen. Je komt er tegen een opstand. Heel veel hebben kunnen zien tot een verschrikkelijke ergernis en irritatie. En vaak ook met machteloze, misschien wel woede. Dat je kwaad bent op het kwaad. Hoe het in Gollemoor heet, zoekers, hoe daar groepen in Israël, in bepaalde wijken, in bepaalde steden, maar ook vooral in bepaalde buurten, hoe ze elkaar te lijf zijn gegaan tijdens de Simcha bij Shoeva. Wat nota bene, Simcha bij Shoeva is met zingen en met dansen en met Simcha. Waarom? Omdat de ene rebbe zich tegen de andere keert, of de ene groep die het eens was met de rebbe van de andere, waren allemaal chassidische en charedische groepen die tegen elkaar gingen vechten. Letterlijk gingen vechten en gewonden bijgevallen. De politie heeft vaak moeten optreden en dan keerden ze soms de beide groepen zich tegen de politie. Ja. Want dat was natuurlijk helemaal het grote kwaad. Hè? Dus het is gewoon een feit dat ook binnen, laten we elkaar geen mietje noemen, laten we elkaar ons straatje niet schoonvegen onnodig, maar ook in het Joodse volk, in de Joodse gemeenschappen, zijn er heel veel mensen die hebben ideeën. En op het moment dat je ideeën hebt, heb je dus ook anti-ideeën. Dat betekent, mijn idee, jij denkt anders. En dan kan je zeggen, ja, dan moet je het tolereren, en je hebt de democratie en dergelijke. Maar het gebeurt heel vaak ook gewoon niet. Heel bekend is zelfs in de niet-Joodse kranten stonden dat de vechtpartijen de Ponnewitjes zien. De Ponnewitjes zien, dat is dan niet tussen de ene groep Chassidim en de andere groep Chassidim. Want dit zijn maar Chassidim, Ponnewitjes is echt Litwies. Nee, maar dat is tussen de twee scholen van één Rosh Hashiva en een andere Rosh Hashiva. We hebben in Amerika zie je het met Satme. Er zijn twee Satmerennes. Eén in Kerat Joel, Rav Aaron Teitelbaum, en één in Williamsburg, Rav Itwig. Nou, nu bij de verkiezingen voor het congres. Er is voor het eerst in de geschiedenis is een niet-Joodse gouverneur gekozen in New York, die een vrouw is. Voor het eerst een vrouw. En die vrouw die is van de... Van de Republikeinen? Nee, van de Democraten. Die vrouw is van de Democraten. En het is heel interessant, ja, van de Democraten, dat zij het eerste wat ze gedaan heeft, dat ze was gekozen, ze heeft de Rebbetzinde gebeld, van de Zatmerebbe, of ze haar man wilde bedanken voor de steun. Want niet alleen de Satmer hebben, ook andere rebbes hebben openlijk gezegd aan hun Chassidim, zij moesten stemmen op deze vrouw.
De Republikeinen. Maar in Kiryat Joël, daar was, heeft de andere Satmer hebben, heeft gekozen voor de Republikeinse kandidaat en dergelijke. Maar wat is het resultaat? Je kan het eens zijn, ons zijn. Ja. De Republikeinse kandidaat heeft gescholden op de Joden. Ja, dat was niet zo handig van hem. Maar dat was de reden te meer voor de Satmer om op hem te stemmen in die andere. En daar hebben we ook tienduizenden gasten, die hebben ook op hem gestemd. Luister, en misschien het Stockholm-syndroom, ik weet het niet, maar ik ben geen psycholoog en daar hou ik me ook niet bezig. Maar ja, het punt is dat ze zijn op de straat opgegaan. Er zijn rond de verkiezingen bijna geen vechtpartijen of fysiek geweld geweest in Amerika. Behalve, helaas, tussen twee groepen Joden die verschillende stemmen niet van elkaar accepteren. Iedereen kent de Torah Karbe, die met de Palestijnen, met de terroristen, met de vijanden van ons stemmen demonstreren. Uit haat, een haat die ze hebben tegen de staat Israël. Gisteravond had ik een groep en een van die jonge dames vertelde mij, en noemde iemand, die zegt ja, wat is nou waarheid? Ze vertelde op haar werk, hè, ze heeft al jaarplannen en zo, en op haar werk zijn er een paar collega's die daar erg, die haar proberen daarvan af te krijgen. Wat zeggen, wat staat er ook niet in jullie Torah dat je naar Israël mag gaan en dit en dat. Ze vertelde ze en ze leert met iemand hier in deze kehille. En dan zegt ze, ja, die heeft me gezegd, het is een grote aweren voor een Jood om in Israël te gaan wonen voordat Messias komt. Nou, gisteravond nog, toen heb ik gezegd, luister eens, zeg aan die persoon, zeg aan die persoon, ik weet het komt op Zoom, ik weet niet wie het allemaal luistert, zeg aan die persoon dat de persoon compleet ongelijk is. Ik heb een hele bron genoemd, waaruit blijkt dat het zelfs een grote mitser is. En de Torah Karten heeft het compleet verkeerd. En ik durf met iedereen van de Torah Karten discussie te gaan. Ze kennen de morgen niet en ze kennen de halogen niet, die op dit punt is. Maar goed, oké, okay, dat is dan even te zeiden. En nou, maar goed, dus ieder, wat ik wil zeggen is dat ook wij Joden onderling en in elke gemeenschap, maar ook in relaties en in huwelijken, ik heb zo maken, is er altijd een begrip kwaad. Het grote kwaad waar ik me tegen verzet. Natuurlijk, in de mediation vind je dat heel interessant. Je maakt zolen. Dat betekent, voordat je zolen is, vinden de partijen elkaar het grote kwaad. In ieder geval het kwaad. En dat zeer adrenaline verhogend en zeer boos maken. En dan willen we elkaar dan natuurlijk op bestrijden. Ik ga niet dingen herhalen die ik in het vorige keer heb gezegd, want ik wil voor jullie allemaal dat het nieuw is. Maar ik maak dan misschien wel een enkel keer op een detail, moet ik wel een uitzondering maken. Maar goed, het punt is dat de afgelopen Shabbos hebben we, dat heb ik niet ingesproken, hebben we toch gelezen, Wajaira. En in Wajaira, daar stuurt Akkodus Borgu, stuurt engelen, drie engelen. Er staat geschreven, Shorsa Anasim, staat er geschreven in de tekst dat de drie mannen, toen Abraham zat daar buiten die tent, om die mannen op te wachten. Hij dacht dat het Arabieren waren. En hij rende naar ze toe. In de hoop dat hij zijn gastvrijheid kon verlenen. Maar het waren engelen. Dat wist hij toen nog niet. Toen hij naar ze toe rende. En die engelen. De Balaturim. Die zegt. Shalosha Anashim. Drie mannen. Heeft dezelfde getalswaarde. Als Michael, Raphaël, Gabriel. Want dat waren de drie engelen. En Michael was gekomen om Sarah het bericht te brengen van haar zwangerschap. Raphaël was gekomen om Abraham te genezen. En Gabriel was gekomen om Sodom te vernietigen. Wordt de vraag gesteld, een hele voor de hand liggende vraag. Wat doet Gabriel daar? Gabriel die was niet nodig, die had gelijk naar Sodom moeten sturen. Deed zijn navigatiesysteem het niet of zo. Waarom heeft de burger Gabriel niet gelijk naar Sodom gestuurd? En interessant is dat in dit verband, trouwens even de rol van Michael, maar dit is voor sommigen niet nieuw, maar ik wil het toch nog eventjes herhalen, want een prachtig woord is dat. Toen Abraham aan Sarah vertelde dat ze zwanger was, toen heeft Abraham... Zou worden. En dat ze een kind zou krijgen, toen heeft Sarah gereageerd met ha 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 ha. En ze heeft hem uitgelachen, midden in zijn gezicht. Toen Michael het paardje ging verder, vertelt Michael dat Sarah, je wordt zwanger, je krijgt een kind. Toen heeft Sarah het gelijk geaccepteerd. Breng de gaan van Wilna. De gaan van Wilna, die brengt
van waarom van Michael wel gesteld, van Abraham niet. Omdat Michael, ze wist nog niet dat het de engel was, maar dacht hij is een tzaddik. En een tzaddik spreekt altijd de waarheid. Is de vraag natuurlijk nog sterker. Abraham was de grootste tzaddik in de wereld. Zegt de Kamer van Wilna. Er is geen vrouw op de wereld die haar eigen man als een tzaddik ziet. Dus, nou, dat is één. Overigens heb ik wel een antwoord op de vraag. Ondertussen bedacht. Die Michael, de Gabriel, die was daar, ook al had hij daar geen taak. Om Abraham in de gelegenheid te stellen om voor Sodom nog af te dingen. Als hij rechtstreeks naar Sodom was gegaan en hij had Sodom meteen laten vernietigen, dan was dat nooit gebeurd. Hij gaf dus bij wijze van spreken Abraham de gelegenheid om te proberen Sodom en Amora te redden. Ja. Dat is inderdaad een geweldig antwoord, geweldige inbreng. En ik ga dat zo meteen, als je het met jou goed vindt, uitwerken. Want er zijn nog een paar aspecten die je niet hebt genoemd, maar die wel. Maar dit is echt, dit is to the point, dit is inderdaad. Maar wat is het punt nou? Waarom was Gabriel daar? Inderdaad, zoals Max zegt, daardoor, maar dat was een gevolg daarvan. De motivatie, wat Max niet heeft verteld, de motivatie van de Kodesh Borech om Gabriel daar naartoe te sturen, was niet zozeer om Abraham in de gelegenheid te stellen. Het is dus of zo, dat de motivatie wordt in de onze geleerden een ander genoemd, met name Rashi te plaatsen, als je Rashi goed leest. Maar dan moeten we even teruggaan naar de schepping van de mens. Toen de Kodesh Borech de mens heeft geschapen, zegt hij, dat zegt hij niet bij de wereld zegt hij zij en er was. Hij zei licht en er was licht. Hij zei dit en er was dat en zo. Maar bij de mens zegt hij, na AC, en dan zo dan, de mens. Met andere woorden, laten we de mens maken. Wat betekent dat, laten we de mens maken? Het was meervoud. Meerdere goden. Je kan het gewoon ook beschouwen als pluralis majestatis. Pluralis majestatis, ja. Maar dat was het niet, want er is een hele middenras met wie hij dat overlegde. Kodesh Borech Hu wilde voor eens en altijd aan ons laten zien wat leiderschap betekent. Daar kan Vera Bergkamp of een puntje aan zagen. Leiderschap betekent... Ja, ik kan het niet laten zonder politieke opmerkingen. Oké. Ik heb er toch helemaal niks van, trouwens. Nee, nee, okay. Hoe dan ook, wat is leiderschap? Kodesh Borech Hu, leiderschap zegt iemand die een bedrijf, of nou een bedrijf niet, of je een bedrijf leidt. Een school leidt, een gehele leidt, een gemeenschap leidt, een land leidt, een partij leidt, maakt niet uit. Elke vorm van leiderschap. Iemand die bovenaan de piramide staat, behoort altijd anderen erbij te betrekken bij belangrijke beslissingen. Maar niet alleen dat. Hij mag zich nooit omringen met alleen maar marionetten en ja-krikers. Dat maakt hij zichzelf kapot. Goedemorgen. Paul wil u niet naar binnen laten. Ik denk dat het Edi Bio is, want dan krijg ik altijd een roze klap van. En het is altijd een top. Onder ons met Paul zeggen. Ik denk dat je krijgt. Nee, blijf zitten. Ik heb plaats genoeg. Laat me zitten. Wil je niet zitten? Nee. Oké. Goed. Nou, dus. Hij wil voor eens en altijd duidelijk maken. Een leiderschap betekent dat je gezag afdwingt. Niet gezag dwingt, maar door je handelen. En dat kan je nooit doen als je ja-knikkers hebt. Nooit. Uit interviews van CEO's met grote bedrijven, van mensen die heel belangrijk waren in de bedrijfswereld, stuk voor stuk allemaal zeggen ze. Ik heb het zo vaak gezien, ook gelezen. Dat hun succes was te danken vaak omdat ze iemand hadden die hem met hem werkte of net onder hen zat in de piramide, wat dan ook, die hem voor fout heeft behoed, die durfde kritiek te uiten, die durfde de feedback te geven die ze soms helemaal niet plezierig vonden, die ze soms zelfs afschuwelijk vonden, waardoor ze alert bleven en wakker bleven. Het ergste is, zegt wat een leider kan overkomen, is dat er alleen maar slijmballen zitten, alleen maar vleien zitten en alleen maar mensen die ja knikken. Nee, het gaat erom van sta open juist voor kritiek. Nou, Marcus Burgo, die heeft dus met de engelen, maar die heeft hij zelf geschapen. Maar wat we vergeten is, hij heeft ook engelen geschapen die oppositie voeren. Hij heeft zijn eigen oppositie geschapen. We weten allemaal hoe je politiek denkt.
Of je denkt zoals ik, of dat je onjuist denkt. Maar hoe je politiek ook denkt, we weten allemaal dat een goede regering kan alleen maar floreren als er een constructieve en goede oppositie is. En met constructieve goede bedoel ik ook die de vinger stond op de pijnlijke plek weet te leggen dat. Maar ook die de regering duidelijk maakt wat eventueel fout kan gaan en ook vaak fout gaat. En als ze ging dan niet luisteren, een bekend geval hier in Nederland natuurlijk. Ja, oké, dan is het einde zoek natuurlijk. Maar oké, een oppositie is nota. Ook in het begint dan in een huwelijk. Ga maar eens geschapen, ijzer connect nou. Als een oppositie tegenover, hulp tegenover de man. Als die het verdient, staat ze naast hem. Als die niet verdient, dan moet ze tegenover hem staan. Als een feedback, als een kritiekaster, om het zo maar eens uit te drukken. Daarom zeg ik ook, een vrouw ziet een man nooit. Dat zeg ik niet, dat zeg ik aan van Wilma. Als een complete, dat zal niet. Zal niet nooit zien. Maar goed, dan gaan we dus. Dus een Hakkodes Boer heeft engelen geschapen die hem tegenspraken. Zoals hij ook de Soton alleen heeft geschapen, die alles in de war moet sturen en de mensen moet verleiden tot het slechte. Want wij kunnen nooit goede mensen zijn als we ook niet slechte kunnen doen. Want dan, als wij goed zijn omdat het moet, je kan een kind niet belonen als hij zijn hand niet in het vuur steekt. Nee, hij zou wel gek zijn als hij doet. Maar je kan een kind wel belonen dat als er een schaal koekjes op tafel staat en hij weet zich te beheersen en hij neemt er geen, hè, dat hij misschien eentje extra krijgt. Dat is wel, als je de keus hebt. Maar er moet ook de drang zijn en de jeitse horen zou ik zeggen en de neiging om op dat juiste doel dat Hakkodes Boer niet wil. Dus Hakkodes Boer heeft ook de engelen geschapen, de melogim, die tegen waren. Nou, er waren dus twee groepen engelen. De oppositie tegen hem en de regeringspartij, ik zou zeggen, tegenwoordig noemen ze dat kartel, maar goed, de regeringsengelen die aan de kant van Hakkodes Boer stond. Die regeringsengelen die zeiden tegen Hakkodes Boer, geweldig dat u de mens geschapen, we doen mee, de mens maakt de kiddush Hashem, hij zal uw naam roepen, hij zal uw naam bejubelen, hij zal overal uw hand inzien, hij zal de wereld een prachtige wereld maken naar uw mitsus, naar uw wil, naar uw touw, de wereld wordt een volmaakte wereld en iedereen ziet het, dit is Hakkodes Boer die heerst. Dit is de wil van de Koningsborger. Het zal geweldig zijn. Die zien ook overal. Eigenlijk is dat ook onze taak. Overal de hand van Koningsborger in te zien. Mag ik even een zijpad. Maar het is zo'n prachtige illustratie. Pas geleden vertelde iemand mij het volgende. Die persoon. Niet hij zelf. Maar het ging om een familielid van hem. Ik geloof een achterneef of zo. Achterneef. Die heeft in zijn auto. En allemaal geluidsmateriaal nog van tientallen jaren geleden van de Klausenberger Rebbe. Shiurim van de Klausenberger Rebbe in het Yiddisch. En hij maakt vaak lange autoritten. En bij die lange autoritten, persoonlijk niet in Nederland trouwens, bij die lange autoritten, hij heeft er zeker nou 80 à 90 van die en heeft ze lang niet allemaal gehoord. En wat gebeurt op een gegeven moment? Hij is zo'n ouderwets tape-apparaat. Cassette-recorder heeft hij dan. En hij stopt daar een cassette in uit 1975. Dus echt al een hele tijd geleden. Toen was dat nog in de begintijd van de cassette. Maar weet niet. En daar stond de Cecil maar zeer goed te beluisteren van de Klausenberger Rebbe. In het Jiddisch. En de meeste Shiurim luisterde die meer keren. Want dan blijft het er ook in. En dan hoort het de eerste keer ook niet altijd. Zeker in de auto. Als ik zelf in de auto zit, ik weet het, dan ik luister heel vaak naar Kouders, maar het moet absoluut niet moeilijk zijn. Op het moment dat het iets te moeilijk wordt, dan of dan luister ik goed, dan word ik afgeleid. En ik heb alleen maar heel wat afslagen gemist. Echt waar, nou dat is ook niet de bedoeling. Of het moet gemakkelijk zijn. Zoiets als Pesach-kroon met mooie verhalen. Of een vrije, simpele, eenvoudige shiurim. Dat kan ik in de auto nog wel doen, maar dat moet verder niet. Nou, deze man, dat is Klausenberg, het idee. 1975. Maar dit is gebeurd, misschien een maand geleden. Hij rijdt in zijn auto en op gehaalde hele vermoeiende dagen achter de rug had hij nog weinig geslapen. En hij zit in zijn auto en plotseling hoort hij een heel gek, hoge toetergeluid. En dat kwam van de tape. Dat kwam van de tape. En er was even dus verder niks te horen. En later ging gewoon de shiur door. En het was, dat heb je dan wel eens een keer, een storing op de tape bij de opname gemaakt. Maar door dat gekke geluid was hij wakker geschud. Hij was in slaap gevallen achter het stuur. Ja.
En hij keek om zich heen. Er was geen auto in de buurt. Die toeterde of wat dan ook, was er niet. Ook niet voor hem. Een hele weg voor hem. Geen auto in de buurt. Dat kan nooit in Nederland geweest zijn. Nee, was het niet. Ja, nou, was geen auto in de buurt. Maar, en toen, nou, maar hoe, wat zegt hij nou? Acutus Borgo heeft in 1975 al gezorgd dat er een storing op die tape was, zodat ik nu in 2022 dat ik geen ongeluk zou krijgen. Want ik werd een soort wakker geschoten. Er bestaat geen toeval, hè? Dat zeggen ze wel eens. Nee, natuurlijk. Wat moet worden, de zaken toen nog tientallen jaar voor. Nou, dus die groep van Malogin van Engelen, die dus vooraan de, helemaal mee eens was, dat absoluut er moet een mens worden geschapen. Maar er was ook een tegenstanders. Waren er, natuurlijk tegenstanders. He? En die stonden, die zeiden, geen mens gaat. Het wordt een afgang. De mensen zullen zeggen tegen steen en hout, dat is voor de boergroep. Ze zullen de zorgen doen, ze zullen alles doen tegen touw. Kijk, op elke halogen, elke mits, elke dien, zullen ze met het grootste plezier en opzettelijk gaan verbreken. En ze gaan elkaar de hersens inslaan. En nou ja, alles wat verkeerd kunnen doen, zullen ze doen. Het is een grote afgang, moet het niet doen. En die groep stond onder leiding van Gavriel. Toen heeft Acutus Borgo gezegd. En dit was in de vorm van een dintauro, van een wijs dien. En dat ziet Rashi, die verwijst ernaar. De eerste Rashi, waar jij in de eerste, er staat, ja, maar Abraham die zat. Hè, maar er staat, die zit, Josef, maar er staat geschreven, dat je ook al leest, Yashav. En dus Rashi verklaart dat hij was opgestaan, hij had gezeten. En waarom? Zoals je ook bij een wijs dien voor de rechter zit. Dus Rashi verwijst hem naar de rechtszaak die voerde tussen de beide groepen Malogim. De ene zei, een rechtszaak, er moet geen Acutus Borgo, er moet geen mens worden geschapen, en de andere moet wel een mens worden geschapen. En toen heeft Acutus Borgo als rechter beslist. En wat heeft hij beslist, dat weten we. Hij heeft wel beslist dat de mens moest worden geschapen. Maar, heel interessant, zegt hij tegen Gavriel, jij als hoofd van de oppositie, jij was er tegen, je zegt Gilo was zijn, mensen slecht, daarom, jij gaat Sodom vernietigen. Daar inderdaad heb je gelijk. Je hebt niet ongelijk. Je hebt heel erg gelijk in een heleboel opzichten. Ja, daarom ga jij de opdracht krijgen de mensen te vernietigen in Sodom. Maar ik wil dat je een omweg maakt via Abraham. Want dan zie je waarom ik de mens wel heb geschapen. Je hebt niet alleen gelijk. Je hebt ook gelijk. Maar je hebt ook ongelijk. Want we weten dat Elitao de Douders, Smaai Oretten, dit zijn de voorbeelden van hemel aarde, Behibaram. Hibaram, toen ze werden geschapen, zijn de letters Avram. De wereld is geschapen, dus je kan het ook lezen, Behibaram, met de he, de he is klein geschreven. Daar is ook niet voor niks. Met de he, de letter, die metafysisch is. Hè? Dat deze wereld heeft, alles in deze wereld, heeft een fysieke, maar ook een spirituele kant. Zelfs ook onze zintuigen. Hè? Wij zien niet alleen lichamen, maar we zien ook vaak iemands charisma. We kunnen ervaren met onze zintuigen iemands uitstraling. Waarom trekt de ene persoon je meer aan dan de andere? Waarom kan je, zeker als je getrouwd bent met iemand, maar ook in relaties, maar ook als je iemand niet kent, kan je al gauw zien hoe iemands humeur is. Of hoe iemand van binnen voelt. Dat is niet puur fysiek. Dat is een soort ook metafysisch, zoals de he ook een letter is die we zeggen met de adem. Niet met het lichaam, niet met de lippen. Niet met de tong, niet met het verhemelte, niet met de tanden. We zeggen het met de adem. De adem, Adam, de adem. De mens die ons doet ademen, die ons doet leven. Het is een metafysisch component wat ook in onze zintuigen zit. En daarom, en dat is de reden dat de... Maar goed, daarom heb ik het woord, heeft Gavriel gestuurd naar Sodom. Maar hij moest dus Abraham, die met de hees deze wereld geschapen, dat we altijd nooit vergeten, dat is een Acutus Borgo. In dat verband wil ik een geschiedenis vertellen, een iets langer geschiedenis, en daarna gaan we weer terug, want ik heb beloofd voordat deze sessie is afgelopen, dat we hebben toch in zekere zin hebben geobserveerd en ervaren wat het grote kwaad is. Deze geschiedenis die ik jullie vertel, dat is zo duidelijk manifest. Niet alleen de hand van de Acutus Borgo en waarom hij deze wereld heeft geschapen en hoe wij ermee kunnen omgaan en moeten omgaan, maar ook over de zogenaamde tegenstelling tussen goed en kwaad, zogenaamd. En ik zou eerst vertellen, de familie
Dat is heel, ze hebben het heel bekend gemaakt. Iedereen mag de naam van de familie noemen. Iedereen mag alle details noemen. Kan ook, ja, het is een familie uit Antwerpen. En het is een familie die de, een zoon van hen is dit overkomen. Het is gepubliceerd, maar met getuigen en alles. Alles is gecontroleerd en opnieuw gecontroleerd. Familie Slawatinski. En de familie Slawatinski, dit is een Chabad-familie uit Antwerpen. Ik heb een persoonlijke herinnering aan dat ik ben heel vaak met, als krijgersgraf bij met een groep Joodse militairen, zijn we naar Antwerpen getrokken. En dan hadden we altijd een steen voor hetzelfde programma, behalve natuurlijk lekker eten en zo. En iets anders. Hadden we ook twee sprekers. De vaste spreker waren nogal wat vrouwen die meegingen. Was mevrouw Rebbetzinter Slawatinski, uitstekende spreekster. En natuurlijk, tot 120 zal die gezond zijn, Raaf Friedrich. Die anderhalve week geleden 100 jaar geworden is. Tot 120, maar dat gedond. Nou, en onvolprezen, ongelooflijke Maspia. Wat is. Maar goed, in ieder geval, een zoon van die Slawatinski, die is een aantal jaar geleden, is die een shliach geworden. Hoe heet dat dan? Een shliach van de Lubavitcher Rebbe Zatzal. Hij is een chabadnik geworden in Florida. En Zuid-Florida in de buurt van Miami. Vraag me niet exact de plaats, dat weet ik niet. En deze shliach, Aschabat, deze Slawatinski, die ging een paar dagen voor Pesach, zoals we vele chabadniks doen, ging die met shmoeremazzes, ging die brengen naar verschillende mensen. En hij ging er ook een brengen naar een arts die hij kende uit zijn shul, waar hij dan de shmoerabijn was geworden. En een arts, een Joodse arts, maar enigszins seculier. Dus hij komt bij die arts en hij zegt, als luister, ik wil even een sim gedikken en een koos gepeester wensen en ik heb wat smoermatjes. Waarop die arts zegt, dat hoef ik helemaal niet. Ik ben wel niet zo religieus en vroom, maar we eten wel matzes met Pesach en we eten geen gommets. En we houden wel een cijder en we doen dit en dat en zo. Maar zegt hij, kijk eens, in de wachtkamer, zie je daar die vrouw zitten? Die is zo anti. Zo anti. Alles gebruikt om anti-Joods te zijn, anti-religieus. Maar ze is Joods. Misschien met haar. Dus die Slawatinski, die gaat de wachtkamer in. Hij begroet die vrouw en zegt, mevrouw, zo'n dag stoor. Maar ik wou alleen even een smoerenmatsen geven, een matsen geven voor Pesach. Wel een aardigheidje van Chabad. Hij zegt, nee, ik neem niks aan. Zegt hij, nou nee, u hoeft er niks voor te betalen. Het is gratis, gewoon voor ons. U krijgt ook achteraf geen rekening. Het is echt, het is puur. We vinden het leuk om dat te doen. Of die vrouw een hele tirade begint. Ik ben tegen elke georganiseerde religie. En wat ik doe met mij in de religie en met mijn gevoelens, dat gaat je niks aan. En ik heb helemaal niks te maken met rituelen. En die matzes, die letterlijk zei ze. En die matzes, die kan je aan je hond geven. Maar die zou je wel niet hebben, want daar ben je te vroom voor. Zei ze letterlijk. Nou, dat kon hij in zijn zak steken. Dus toen zegt hij, nou oké, mevrouw, dan niet. Maar weet u wat? Als u nou ooit toch, je weet nooit, contact wil hebben met een rabbijn. Ik leg mijn kaartje hier neer. Hij gaf het niet aan haar, want hij dacht, er gaat rechtstreeks de prullenbak in. Hij lag het op een, er was maar één stoel bezet waar zij zat. Hij legde het op een stoel, die daar een lege stoel. En die was ietsje, niet gelijk naar haar, maar daarnaast. En hij ging weg. Een half jaar later. Een paar dagen voor Rosh Hashanah krijgt Slawatinski een telefoontje. Hij neemt de telefoon op. Zegt, ja, ik ben die en die vrouw. We hebben een interessante discussie gehad. Het was geen discussie, was het wel leuk. Maar goed, we hebben een interessante discussie gehad toen in de wachtkamer van dokter die en die. En ik heb een kaartje, dacht ik, zal het toch maar meenemen. Je weet nooit waar het goed voor is. Maar, ik zal je zeggen, mijn vader heeft vanochtend hoor gekregen dat hij nog 48 uur te leven heeft. Uitgezaaid, alles. Hij is in het ziekenhuis, hij kan niks meer zijn. Dodelijk zwak, maar is geestelijk 100% bij. En ik was er vanochtend bij zuster, die woont in Atlanta, die is onderweg naar hier. En hij zegt, 48 uur te leven. Hij zegt, ik wil iets wat ik nog nooit van mijn leven heb gedaan. Ik wil een rabbijn spreken. Voordat ik sterf, wil ik een rabbijn spreken. En toen dacht ik, ik heb nog nooit een rabbijn gezien in mijn leven, zegt ze, want ik ben bewust ben. U hebt het toch gezien, zou ik u naartoe willen gaan? Rob Slawatinski zegt, natuurlijk, ik ga gelijk. Hij is gelijk naar het ziekenhuis gegaan. En hij komt daar, de man lag niet alleen, maar hij kon wel rustig met die man spreken.
hospitaal. En er liep ook een verpleegster rond, regelmatig. Dat is een detail wat we wel even moeten weten. En de man vertelt aan Slavatinsky het volgende. Hij zegt, luister. Ik ben geboren als een Jood, zegt hij. En ik wil sterven als een Jood. Toen zegt Slavatinsky, nou, dat kan geregeld worden. Dat is geen enkel probleem. Een begraafplaats, een lawaaien, een plaats op de Joodse begraafplaats. Dat is allemaal geen probleem. En als al voor u dingen geregeld zijn, dan kan dat allemaal, kunnen we dat annuleren. Toen zegt die man, u begrijpt niet wat ik zeg. U begrijpt het niet. Kennelijk had die dochter dat strijdbare van haar vader, want hij zei het hem tegen hem. Bent u rabbijn geworden om mensen te luisteren en niet te begrijpen? Ik zeg, nou, leg het dan uit. Ik ben misschien dom. Ik kan het niet begrijpen. Leg uit wat u bedoelt. Toen zegt de man, ik wil als een Jood sterven. Jood begraven worden is een andere zaak. Ik wil ook een lawaai. En ik wil ook op een Joodse begraafplaats. Maar ik wil eerst sterven als een Jood. Maar wat bedoelt u daarmee? Zegt hij. Kijk het verhaal, Paul. Oh, ik veronderstel dat hij James wil zeggen. Nee. Zegt hij. Ik ben volledig seculier opgevoed. Ik ben onder invloed van de vervolgingen, de kristallnacht en alle narigheid in Duitsland. Heb ik opvoeding gehad. Mijn ouders deden nergens aan. Letterlijk op de kippel werd varkensvlees gegeten. Speklappen. Nooit. Ik ben ook niet besneden. En ik wil besneden worden. Ik wil voordat ik sterf, dat u me besnijdt. Nou, kennelijk heeft een Joden, heb ik al vaker gemerkt. Hè? Er zijn echt heel veel niet-Joden, maar ook Joden, die denken, als je rabbijn bent, ben je ook een moel, automatisch. Maar dat is een kennelijk een groot misverstand. Dus de Slavatin zegt, ik ben geen moel, dan moet ik iemand voor vragen. Maakt niet uit, en wat het kost, maakt niet uit. Ik kunt u regelen. Ik heb nog 48 uur te leven. Dat ik vandaag of morgen word besneden. En dat ik ook een Jood te begraven. Nou, dat was een behoorlijke opdracht. En hij ging weg van die man. En toen werd hij op de gang achterna gezeten door een verpleegster die het had gehoord. En die verpleegster tegen hem, daar is geen sprake van. U denkt toch niet dat het ziekenhuis toestaat dat een patiënt hier, die op sterven na dood is, dat die nog wordt besneden? Want het ziekenhuis kan worden aangeklaagd dat zij dan de doodoorzaak zijn. En het kan een claim zijn. Zelfs dat niet. En het kan een tekenen onder die omstandigheden, kan onderbouwd zijn, kan beïnvloed zijn. Denkt u dat het ziekenhuis zin heeft in lange processen en procedures en enorme claims en schadevergoedingen? Dan hebt u het toch volkomen mis. Er is geen sprake van, deze meneer wordt niet besneden. Dat kan ik u wel zeggen. Nee, toen dacht Slavatinsky, nou, toen plotseling kwam zijn gedachte, er is een Joodse arts, die hij ook kent van zijn kehillen, een behoudende man enigszins, en die werkt in het ziekenhuis. Dus hij ging naar die arts, en die arts die nam zo waar even de tijd voor hem. En die luisterde naar de raaf. Toen zegt die arts, luister, dit wordt een moeilijke zaak. Maar weet je wat? Ik ga naar de afdeling, juridische afdeling. Elk ziekenhuis, zeker in Amerika, heeft een juridische afdeling. Moet je wel hebben daar. Ik ga naar de juridische afdeling en ik vraag of er een bepaalde mogelijkheid is dat het toch kan gebeuren. Ondertussen belde de dochter op. De dochter, hoe ze heet, weet ik niet meer. Maar haar zuster uit Atlanta, Samantha, die het vliegtuig was geannuleerd. Dus die kon pas de volgende dag komen. En de dochter vroeg, ik hoop dat mijn vader dan nog leeft. Want hij wil absoluut ook Samantha, mijn zuster, nog zien. Want dat was. En toen vertelde de raaf ook aan Samantha wat aan de hand was. Nou, en Samantha, die had dan wel iets, niet Samantha, die dochter, die zei wel van, nou, ik weet niet wat Samantha erover denkt. We zijn er niet gelukkig mee, want we hebben al een crematie, hebben we al geregeld en georganiseerd. En dat besnijden, ja, als mijn vader dat nou zo graag wil, wij zullen het niet gaan tegenwerken. Dat zullen we niet doen, want het is de laatste wil van mijn vader. En als hij de laatste wil heeft, een Joodse begrafenis en dergelijke, ja, dan, wij hebben het geld gewoon niet ervoor.
Dat kan niet. Maar die besnijdenis, als het niks kost, nou, dat kost natuurlijk wel wat. Toen zegt hij, maar toen dacht hij, Slavatinsky, dan moet ik het zelf betalen. Dat gaat er. Goed. En, maar ik vraag tussendoor. Ja? Die man was niet religieus. Ja. Was hij wel met een Joodse vrouw getrouwd? Ja. Ja, die dochters waren Joods. Ja, soms zijn de wonderen de wereld niet uit. Nee, dat was wel. Goed. In ieder geval, wat gebeurde? Na een uurtje komt die arts terug. En die had met iemand van de juridische afdeling. En ze spraken met die Raaf Slavatinsky. En die vertelde, hij vertelde, luister, de enige mogelijkheid is, als het de laatste wens is van deze man, hij kan worden besneden. Maar alleen door een mohel, die ook een arts is, en die onder de paraplu werkt van dezelfde verzekeringsmaatschappij als waarbij dit ziekenhuis verbonden is. Nou. Dan geeft het ziekenhuis toestemming. En anders niet. Dus er moet een mohel en een arts. Graaf Slavatinsky heeft meer dan 50, 60 mohelim gebeld. Niet alleen in Florida, in South Carolina, North Carolina, Nebraska, Wisconsin. Overal vandaan heeft hij gebeld. Niemand, totdat de allerlaatste die hij belde, zei van, nee, maar ik ken maar iemand die aan deze eisen voldoet. Alleen de verzekeringsmaatschappij weet ik niet zeker. Maar hij is en een mogel en een specialist. Hij woont in Brooklyn. Hij belt in Brooklyn, krijgt hem na enige moeite en omwegen aan de telefoon, doet zijn verhaal en blijkt dat die man ook nog inderdaad onder dezelfde verzekeringsmaatschappij valt. Maar het was inmiddels te laat om nog te komen vliegen. Hij zegt, nou, ik wil morgenochtend komen aanvliegen. Als je een adres hebt voor Rochechon, dan moet ik daar wel blijven, want zwemmen bij jullie. En stuur me maar tickets. Nou, dat was allemaal zo geregeld. De man is gekomen. De vader van die dochter, die oude man, is besneden. En hij bij Rosh Hashanah leeft nog. Eigenlijk was zijn tijd om naar 48 uur, maar hij leeft nog. Dat kan ook precies zijn. En goed, Raaf Slavatinsky, Rosh Hashanah, jong, elke dag is bij hem geweest, Yom Kippur, oh, Yom Kippur is er niet geweest. Met zoekers loopt hij 2 uur in de hitte om lulaf te benchen met de man. Hij leeft ook nog. Op Simchas Torah is de man uiteindelijk overleden. Maar in alle gesprekken die hij gevoerd heeft, bleek de enorme simcha die hij had, dat hij besneden was. En vooral één, en dat moet je weten, ik werk er heel vaak. Ik kom even mee luisteren. Ik heb helaas, niet helaas, maar ik heb behoorlijk vaak, heb ik aan de... bij terminaal zieke mensen aan het sterven geweest. Ik heb ook bij stervende gezeten en alles. Ik heb heel wat gesprekken gevoerd met mensen. En op een of andere manier hadden ze vaak dezelfde woorden en benadering als deze man. Er is het boek van een zekere Rabbi Eisenman, geen gesproken Eisenman, ja. uit Amerika. En dat hij schrijft Soel-verhalen, verhalen van zijn kinderen. Ja. Daar staat dit verhaal, met alle namen, in zijn totaliteit in. Ja? Nou, dan spijt het me dat u het nog een keer hebt moeten horen. Nee, maar dat niet. Het is het zijn al die verhalen, ja, ja. Het zijn allemaal geweldige verhalen. Ja. En die zijn allemaal, hij zegt om de grond, zijn echt dingen die ik meegemaakt heb. Gekke dingen die... Ja, maar dat is ook zo. Maar ik heb zo vaak in verschillende formuleringen al gehoord dat iemand vlak voor die sterft. Dan ga ik met hem over zijn leven natuurlijk en terug en blik. En ik zeg, altijd komt het, bijna altijd, de vraag. Je doet het niet wanneer je merkt dat het iemand emotioneel zo beroert dat hij gekwetst echter wordt. Maar altijd van, zijn er dingen in je leven waar je spijt van heeft? En ik heb al zo vaak gehoord dat iemand zei, ik heb er spijt van dat het niet meer bij mijn vrouw en mijn kinderen was. Of bij mijn familie was. En ik heb nog nooit gehoord dat iemand spijt had dat hij lang op zijn kantoor heeft gezeten. Of lang in zijn bedrijf had gezeten. Of lang dit, of lang zus. En dat heb ik vaak gehoord in mijn praktijk. Ja, natuurlijk ook. Ja. Ook zo. Nou, deze man,
zei iets heel anders. Maar hij zei iets wat een moesa is voor mij, in ieder geval, en ik denk voor heel veel. Hij zei, ik heb mijn leven lang ben geslaagd. Zegt, ik heb huis, ik heb geld, zegt hij. Nee, mijn dochters weten niet wat ze erven allemaal, maar dat hoeven zich niet ongerust te maken. Ik heb geld, ik heb alles. Ik heb een jacht. Ik heb een vrouw, toevallig Jood, zegt hij, waar ik heel gelukkig mee getrouwd ben geweest. De vrouw was overleden, dat wist ik niet. Dat wist hij niet, maar toen had hij verteld. Hij zegt, ik heb alles. Maar één ding heb ik in mijn leven nooit gedaan, tot ik hier u heb ontmoet. Toen ik hier lag en de dokter zei tegen mij, ik heb nog 48 uur. Toen dacht ik heb nog nooit contact gehad met mijn ziel. Met mijn eigen ziel. Nooit contact mee gehad. Ik heb alleen maar dingen gedaan. En alleen maar gezocht naar het plezier van het leven. En naar het succes van het leven. En hard gewerkt en eerlijk gewerkt. Ik heb me altijd aan de meest fundamentele normen gehouden van ethiek, zegt hij. Maar toch nooit. Nu, door die prismielen. En jij bent gekomen met gebedsriemen en met alles. Heb ik voor het eerst in mijn leven contact met mijn ziel. En ik kan u niet vertellen. Ik ga als een gelukkig mens en als een Jood ga ik deze wereld verlaten. En dat had ik nooit gedaan. Want ik heb altijd gedacht, ik ga hier weg en ik laat alles achter. Nu denk ik ga weg en ik neem hem mee. Ik neem mee. En daar kom ik op een andere. En daar kom ik weer terug op de maat van Eliade. Ik moet even kijken. Ik heb nog maar 5 minuten. Anders krijg ik een grote ruzie. Ik wil geen ruzie hebben met de Frankenhuizen. Dus ik geef je 5 minuten. Ja? Heb je een donatie. Oké. Kan ik via de Gelre? Ja, okay, dan. Ja, dan moet ik weer 10% afstaan. Dus de maat van Eliade. Hij zegt, iemand vraagt aan mij. Ja, is een van de Sassoenus Gagamim, uit de halverwege 19e eeuw. Van de later uit Bagdad en Mumbai en zo. Dat is even de introductie. Hij zegt, iemand komt dat. Hij zegt, wat is mijn ziel? Toen heb ik hem geciteerd. Zeg. Ik heb hem geciteerd, de Binyan Eliokim. En die citeert het, die kunnen zo hard. Iemand, als je vraagt, wat is mijn ziel? Dan ben je volkomen op de verkeerde weg. Dat is een vraag die je nooit mag stellen. En waarom? Op het moment dat je vraagt, wat is mijn ziel, ga je een beeld maken van je ziel. Want je wil een idee hebben. Een idee is een beeld. En op het moment dat je een beeld hebt, een beeld is per definitie niet de emmers, niet de werkelijkheid. Dan heb je dus een checker geschapen. En heb je een avondje zorgen geschapen. Hoeveel mensen zeggen niet in naam van hun ziel, hun God, wat dan niet in een akkoord is. Het is niet de Tao, het is niet mitzvot. Het is hun persoonlijke God die ze hebben geschapen. Godsdienstoorlog. En dan slaan ze de anderen in elkaar. En hij schrijft. Ik zie in mijn kehila, zegt hij. Hoe jidden, die zeer makpiet zijn op alle mitzvot, maar elkaar bereid zijn te doden als een man een andere opvatting heeft over een idee van Jiddischheid. Niet Elu, Devrim Elkim Chaim. Devrij Elkim Chaim, nee. Andere. Hij zegt, dat is het bouwen van een beeld. Het bouwen van ideeën. Hij brengt dus dat op het contact met je ziel betekent het contact niet met een beeld, maar het contact met het bewustzijn, het besef, dat er meer is dan waar je in het dagelijks leven mee bezig is. Ook een beeld van een Kotsjeborgen kan je maken. Heel veel mensen maken een soort beeld van een Kotsjeborgen. Maar er is geen beeld wat voldoet, want hij is boven alle beelden verheven, alles. En dat is waar ik mee ben begonnen in Tehillim, wat we vanochtend hebben gezegd, dat alle gedachten uiteindelijk hemel zijn. Elke gedachte is niets waard als het aankomt. Niet als het aankomt op het dingen organiseren.
Paul, je hebt dit georganiseerd. Wat doe je met je gedachten? Wat doe je met denken? Wat doe je met hersens? Hersens bouwen huizen. Hersens gedachten bouwen. Bouwen samenlevingen. Hersens organiseren. Je financiële hersens. Je productieve hersens. Allemaal geweldig. Dat denken geeft waarom. Maar de hersens mogen zich nooit bezighouden. Denken met je ziel. Nooit. Elke gedachte. Elk denken over je ziel. Is het bouwen van luchtkastelen. Gebouwen. En beelden over wat daar is. Net als het denken over Akersborgo. We weten toch dat de Bratslander hebben met name. Heeft zich erg geageerd tegen de filosofie. Algemeen. Want filosofie is het bouwen ook van beelden. Hij keerde zich daarom ook tegen de Rambam. In dat opzicht. In andere opzichten weer niet hoor. Daar is, wordt er veel misverstand over. Hij had een grote bewondering ook weer. Voor bepaalde aspecten weer van de Rambam. Maar ook maar wel de filosofie. Het begrip filosofie betekent. Je houdt je bezig met beelden en met ideeën. En de werkelijkheid is daar nooit in te vatten. Ze brengt de, en dat is brengt, en ik wil je ik wil nog één voorbeeld geven. Ja, ik ga wel een uur praten, maar ik wil niet. Eén voorbeeld geven. Dat uit de mediation. Eén voorbeeld, een heel simpel voorbeeld. Ik kan heel veel voorbeelden, maar dit is zo treffend. Het is alweer, misschien wel. Het was nog voor coronatijd. Ik word gevraagd om zomer te maken tussen een moeder en haar dochters. Nou, beide dochters en de moeder hebben elkaar 6 jaar niet gezien. Niet elkaar gesproken. Ontzettend boos op elkaar. Nooit is er echt iets ernstigs gebeurd. Nooit. Er is nooit iets ernstigs. Nooit een incident. Die dochters zijn nooit misbruikt of zo. Of wat je dan wel eens vaak hebt. Hè? En dat ze door een vader worden misbruikt. Of een oom of wat dan ook. En dat die moeder als medeplichtig wordt gesteld. Omdat ze dan niks aan doet. Of, nee, er zijn geen ernstige dingen gebeurd. Het is alleen maar dat die moeder en die dochters elkaar compleet geen contact hebben gehad. Een van de dochters heeft nog even kind gekregen. Die moeder die heeft dat kind nog nooit gezien. Haar eigen kleindochter toen. En zo. En het is wel zo dat op een gegeven moment heeft die moeder gebroken met die dochters. Die moeder. En ik kan niet verder details geven, maar ik kan wel zeggen dat die moeder was in een rotsituatie. In een verschrikkelijke stresssituatie. En die moeder was wel slachtoffer, heel duidelijk. Van een man die op geen enkele manier deugt. Die trouwens net mede door mij toedoen. Is hij op een gegeven moment gearresteerd. En hij heeft 2,5 jaar vastgezeten. En daarna in een korte tijd nog in een soort TBS-kliniek soort. Is hij uitgekomen. En ik heb hem nog een tijdje geleden gesproken. En ja, hij was eigenlijk weer. Hij is genezen enigszins. Maar hij heeft verschrikkelijke dingen gedaan. Maar goed. Ze komen bijna. Nee, ze komen. Ik had gevraagd of ze met z'n drieën wilden komen. En we hebben het over één ding gehad. Ik heb gevraagd aan die dochters, wat voor ideaal beeld hebben zij van een moeder, hoe een moeder moet zijn. Toen hebben we aan die moeder gevraagd wat voor ideaal beeld zij had van een dochter. Beide, alle drie, hebben ze uitvoerig beschreven. En er was een afspraak gemaakt, ze gaan elkaar niet onderbreken. En ze luisteren alleen maar. Niet oordelen, niet veroordelen, niet. Alle drie bleken ze geweldige, idealistische, mooie, romantische beelden te hebben van een moeder en een dochter. En toen heb ik ze met beide benen, hun 6 benen op de grond gezet. Ik heb gezegd, nou, jullie relatie voldoet dat niet. Als je nou volledig vergeet die beelden, want die beelden zijn maar beelden en ideeën. En we gaan nu even over de werkelijkheid, de waarheid. Door die beelden en alles hebben jullie nooit kunnen zien wat er in de ander leefde. Waarom heeft je moeder gezegd op een gegeven moment gebroken? Waarom hebben jullie zo gedaan tegen je moeder? Dat je moeder niet anders kon dan dat. Dat waarom? Omdat jullie steeds de ander beoordeelden en toetsten aan je eigen beeld, je eigen idee. Wat is niet, wat zeker is. Een beeld is per definitie zeker bedrog, ja. Dat betekent de Achmanus. Dat is toch van Rechem. Dat is toch de moeder die iets heeft. Ja, wel. Maar dat kan soms zo. Een baarmoeder kan ook op een gegeven moment ontstoken worden. Hoor. Reken maar. En goed. Dus dat was hier overduidelijk geval. Nou, nadat ze zich bewust waren. Compleet bewust waren. Over dat het veroorzaakt werd. Het grote kwaad. De beelden die zij hebben gemaakt van elkaar. En daar de ander aan getoetst. Toen zijn de oogklappen afgevallen. Letterlijk. Voor mijn ogen.
En van Ellie, die zat op de achtergrond, die altijd alles met Ellie weten ze, hebben ze elkaar om de hals gevlogen. En ze hebben een paar dagen later, gezamenlijk, familie, hebben ze vrijdagavond met de hele familie, tot vandaag de dag gaan ze met elkaar om, als de beste vriendinnen. Maar ik heb ze gewaarschuwd, ga nooit meer de ander proberen te zien naar een beeld van moeder en dochter. En zo is het ook vaak in een huwelijk. Heel veel huwelijken worden slecht. Waarom? Omdat de gozer en de kalle of de man en de vrouw elkaar beoordelen aan de hand van rode scheuren en maneschijn. Romantiek en romantisch. Raas Adrik door Mille heeft in een van zijn boeken geschreven. Het grootste, gezwel, hij noemt het een geziekte gezwel, voor een goed huwelijk is de romantiek geweest. Want de romantiek, daar wordt dan alles aan getoetst. En de werkelijkheid is nooit romantiek. Niet nooit. Maar nee, natuurlijk moet er een stuk romantiek zijn. Natuurlijk moet er een stuk gevoel en emotie zijn. Zonder dat is het een koude, kille bedoeling. Maar als je de ander gaat beoordelen en je huwelijk gaat beoordelen op basis van dit soort criteria en meetlatten, is het einde zoek, dan ben je bezig met het grote kwaad. Het grote kwaad waarvoor je de zorg is. Het grote kwaad wat er is. En dat is het maken van beelden van je eigen ziel, van de ander, van je relaties en van alles. Paul, hartstikke bedankt. Heel schaaf. Schaaf, dat is heel leuk. Heel leerzaam weer. Bedankt jullie aanwezigheid. Even kijken, ik had al nagekeken. 25 januari, 3 Shabbat. Nee. Ik had nog gekeken. 25 januari komende jaar. Ja, niet 2024. Geef jij nog een beetje koffie? Jij, wie wil koffie? Jij. Ik koop dat dan een nou, dat dus halen we nog eventjes. Hey. Echt, ik heb er Kai voor. Kai? Nee, de lijn. De Madrid. Ik geloof dat die... Nou, dan haal ik nog wel eventjes. Om hoe laat? Om 11 uur. Om 11 uur weer, niet om 10. Nee, dit keer weer om 11. Dit was een uitzondering. Dit was gewoon een uitzondering. Oké, het staat genoteerd. Hartstikke bedankt voor je vertrouwen.